kamer zijn? Kom eraan! Say hello to my little friend. We zouden toch eens niet doen zo'n Scarface gaan? Cockroaches wanna play rough. Okay, I'm reloaded. Momenteel is nog heel weinig van dit project bekend. Maar een paar jaar geleden kondigde Universal Studios aan dat er plannen waren om een nieuwe versie van Scarface te produceren. Als je een vervolg aankondigt op een populaire filmreeks als Star Wars, maak je heel veel fans blij. Maar een remake van Scarface? Wow, dat is vloeken in de kerk. Ik was zeker niet verbaasd toen ik de eerste negatieve reacties op deze aankondiging hoorde. Zelfs een van mijn vrienden riep meteen: jongen, dat moeten ze niet doen. Het wordt waarschijnlijk heel erg flashy met 3D en CGI. Oké, wist je dat de jaren 80 Scarface een remake is? Oh, echt waar? Zit er ook een kettingzaag in het origineel? Nee. Scarface, of Scarface, The Shame of the Nation, is een klassieke gangsterfilm uit 1932. Met een uniek verhaal, gewelddadige actiescènes en een van de grootste antihelden ooit, werd het een van de meest controversiële misdaadfilms uit de 20e eeuw. Jarenlang mocht het publiek deze film gewoon niet zien, totdat het eind jaren 70 opnieuw werd uitgebracht. Het maakte toen een diepe indruk op een nieuwe generatie filmmakers, en al snel kwam er een nieuwe versie. 30 jaar later lijkt deze remake een veel grotere impact te hebben gemaakt op onze filmcultuur. In winkels zie je regelmatig producten liggen als t-shirts, posters, sleutelhangers, een videospel. De film is ook onderdeel geworden van de hiphopcultuur. Met rappers die hun hele persoonlijkheid rond de hoofdpersoon bouwen. Is het niet gevaarlijk dat een sociopaat als Tony Montana als rolmodel wordt gezien? Daar kom ik zo op terug. Het is eigenlijk best logisch dat veel mensen geen interesse hebben in een nieuwe Scarface. Want dit is de Scarface waar ze mee zijn opgegroeid. Maar logisch is niet hetzelfde als terecht. Waarom is nog een remake nou heiligschennis als die film precies hetzelfde doet als de film waar jij zo van houdt? Namelijk, een remake zijn van een klassieker. Dat is alsof Michael Jackson copyright zou hebben geplaatst op de moonwalk. Hij is de bekendste artiest die dit ooit heeft gedaan, maar hij was niet de eerste. Ik vroeg een aantal mensen op een blog het volgende. Noem één goede reden waarom een nieuwe Scarface film nooit gemaakt zou mogen worden. En zoals we allemaal weten kun je op het internet altijd rekenen op intelligente en objectieve en een grapje. De antwoorden die ik kreeg klonk ongeveer zo. Ja, Scarface is al een remake, maar het is ook een hommage aan het origineel. Bovendien is hij veel beter gemaakt. De oude film was tenslotte zwart-wit, dus hij had wel een remake nodig. En toen waren de makers van het origineel toch al dood. Dat is niet hetzelfde als een film die nu komt. Die wordt waarschijnlijk een schaamteloze kopie van de jaren 80 versie. Alleen dan slecht acteerd en overgeproduceerd. Waarom moet het überhaupt nog Scarface heten? Waarom kan het niet een andere naam hebben? Zou het niet verschrikkelijk zijn als generaties over 20 jaar aan een totaal andere film denken wanneer ze deze titel horen? Sorry. Als je de ironie achter het laatste argument niet begrijpt, dan houdt de discussie hierop. Dus ja, iedereen weet zeker dat de nieuwe Scarface geen goed idee is. Maar men weet niet altijd zeker waarom. Het komt er eigenlijk op neer dat de fans zich geen film voor kunnen stellen die de kwaliteit van een favoriete gangsterfilm kan evenaren. In hun ogen kan een nieuwe film met dezelfde titel alleen maar teleurstellen. Misschien hebben ze hierin wel een punt. Als de eerste remake al perfect werkt, is de tweede remake overbodig? Misschien heeft Brian de Palma de ultieme versie gemaakt, terwijl het origineel al hopeloos is verouderd. Laten we eerst kijken naar de originele film. Hij werd gemaakt in de periode van de Amerikaanse drooglegging. De titel Scarface verwijst ook naar de bijnaam van de beroemde gangster Al Capone, die volgens een gerucht zo erg van de film hield dat hij zijn eigen kopie had. Paul Muni speelt de Italiaanse immigrant Tony Camonte, een handlanger van een machtige maffiabaas in Chicago. Zijn taak is om alcohol te verkopen aan illegale kroegen, maar zijn ambities gaan veel verder. Tony is bereid om alles te doen om zijn machtspositie te versterken. Moord is voor hem maar een spelletje. Van alle mensen in zijn leven heeft hij alleen een zwak voor zijn zus. En ook verborgen romantische gevoelens. Begin jaren 30 waren geluidsfilms nieuw. Er golden nog geen algemene censuurregels voor de Amerikaanse filmindustrie. Scarface was een experimentele film die de grenzen opzocht van wat wel en niet mocht. Het bevat buitensporig geweld en de toon lijkt constant te wisselen tussen serieus en humoristisch. Veel mensen vonden dat deze film het gangsterleven verheerlijkte. Voor zijn tijd was Scarface dus een zeer baanbrekende en controversiële film. Maar is het tegenwoordig nog zo speciaal? Nou, het is een film die je constant probeert te herinneren aan de moraal van het verhaal. Dit is een slechterik. Hij is een schande voor de maatschappij en vroeger of later zal hij boeten voor zijn daden.
In die tijd gold in misdaadfilms ook de regel dat de orde altijd hersteld moest worden door de overheid. En de crimineel moest als een lafaard voor zijn leven smeken. Dit soort moralen in films worden tegenwoordig als onnodig prekerig ervaren. Voor een hedendaags publiek is de film een beetje ouderwets. Het geweld is nu redelijk mild, de personages spreken met nogal karikaturale accenten. Hello, this is Mr. Kamani, secretary. Secretary, you dope. En er wordt weinig gebruik gemaakt van achtergrondmuziek. Het is best logisch dat veel jonge mensen daarom niet geïnteresseerd zijn in deze film. Maar daarvoor heb je ook remakes. Ah, de jaren 80 versie. Alles in deze film is zo heerlijk extreem. Het acteerwerk, de actie, de sets. In grote lijnen wordt hier hetzelfde verhaal verteld. Antonio Montana, speelt door Al Pacino, is nu een Cubaanse asielzoeker die naar Miami komt in een migratiestroom van 1980. Voor een man met een gewelddadig verleden biedt dit welvarende land een nieuwe kans. De kans om uit armoede te ontsnappen en een crimineel imperium op te bouwen. De zaak draait nu om cocaïne. Omdat we deze keer meer van Tony's achtergrond te zien krijgen, is hij een veel sympathieker personage. Hij is een schurk, maar hij heeft ook een hart. Hij heeft zijn eigen idealen, een gevoel van eer en rechtvaardigheid. I never fucked anybody over in my life, didn't have it coming. Op den duur stijgt de overmaat aan drugs en macht wel naar zijn hoofd. Het zijn niet de autoriteiten die zijn ondergang veroorzaken, dat doet hij helemaal zelf. Dit is een zeer anarchistische invalshoek. De hele maatschappij is verziekt en de overheid heeft geen controle over de situatie. Iedereen is verantwoordelijk voor het grote drugsprobleem. Tony is alleen een van de weinigen die dit openlijk van zichzelf toegeeft. Misschien is dit wel de reden achter het succes van deze film. Hij die in een armoedecirkel leeft, wil er hoe dan ook uitklimmen, zelfs als de regels soms gebroken moeten worden. Het is de eerlijke en, gek genoeg, nobele aanpak van Tony die van hem een held maakt. Zijn levensverhaal is een soort verdraaide versie van de Amerikaanse droom. Dus nogmaals, is het erg dat mensen in de jaren 80 en 90 zijn opgegroeid met een fictieve gangster als rolmodel? Nou ja, als je zijn levensverhaal maar met een korreltje zout neemt, is het geen probleem. Het is vooral zijn vastberadenheid, niet zijn misdaden, wat men inspireert. Volg je dromen, zelfs al is de maatschappij daarop tegen en zelfs al heeft het zijn risico's. Is dat niet een boodschap die in zo'n beetje elke Disney-film te horen krijgt? Maar even terug naar de film. Niet iedereen ziet het als een inspirerend meesterwerk. Toen het uitkwam was de kritiek overweldigend negatief. Het zou een overgeproduceerde B-film zijn met gratuït geweld en obscene taalgebruik. 207 fucks, dat was toen een record. Can't you stop saying fuck all the time? Dus ook deze film was voor zijn tijd behoorlijk schokkend. Maar misschien valt dat nu ook wel mee. De laatste keer dat ik hem zag viel vooral deze scène op. Petje af als jij je lach in kon houden. Probeer het nog eens. Ja, ook deze film bevat zijn suffe momenten. Ik kan me nu geen serieuze film voorstellen met dit soort actiescènes. Maar dat maakt het des te meer eigentijds. Net als het origineel heeft deze film zijn eigen charme. De jaren 80 zie je overal in terug. Pacino's nogal overdreven accent, de kleuren, de geluidseffecten, de synthesizer muziek. Word ik daar nou Push It to the Limit? Inderdaad, het heeft zelfs een heldhaftig jaren 80 montage, waarin de held binnen 3 minuten opklimt van beginner tot professional. Als jij geen saaie jaren 30 films kunt zien, is het ook mogelijk dat er mensen zijn die niets hebben met bombastische jaren 80 films. Stel jezelf de vraag, wie ben ik om te bepalen welke remakes wel en niet mogen? Er is geen regel die stelt dat alleen populaire films onaantastbaar zijn voor remakes. Het is inderdaad moeilijk om een remake te maken die groter is dan de jaren 80 Scarface. Maar misschien is groter niet wat ze bij deze nieuwe versie moeten proberen. Waarom zou je de 207 fucks willen overtreffen? Dat record, mijn vriend, is al lang gebroken. Voordat ze deze film maken, zouden ze eerst deze vraag kunnen beantwoorden. Wat is er veranderd sinds de jaren 30 en 80? Wat is nu de houding tegenover drugshandel? Wie is verantwoordelijk voor het geweld van de huidige drugsoorlogen? Je kunt een nieuw verhaal vertellen over de opkomst en ondergang van een individu binnen de georganiseerde misdaad. De film moet wel een unieke invalshoek hebben. Het moet een modern publiek uitdagen. Het moet gedurfd zijn. Het kan actuele thema's behandelen als de bloedige strijd tussen Mexicaanse drugskartels en het falen van de regering om dat te stoppen. Waar zal de handel deze keer om draaien? Eerst was het alcohol, daarna kook. Methamfetamine misschien? Crystal meth, Mexicanen, ik hoor je al denken, Breaking Bad heeft het al gebruikt. Ja, eigenlijk wel. Die serie is in veel opzichten al een soort moderne Scarface.
Maar hoeveel films over de drooglegging kunnen nog gemaakt worden voordat men daarop is uitgekeken? Ik zeg, kom maar op met je remake. En als hij echt zo slecht is als fans nu al voorspellen, ben ik ook bereid om hem af te kraken. Maar meer, sir? Forget about it. Ik had je nog zo verteld dat het een jaar 30 feestje zou worden.